Het aanvragen van een IMF-programma is een ernstige zaak, vooral omdat er veel gevraagd wordt van het arme volk. Dit zegt de econoom Karel Eckhorst. Hij leidt namens Suriname de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds IMF. Hij heeft mandaat gekregen van minister Arman Achai-Wersin, die de hoofdonderhandelaar is. Eckhorst gaf aan dat als land je heel serieus moet zijn als je met het IMF in zee wilt gaan. Het is geen kinderspel in de zin dat het gaat om enorme commitments, maar ook enorme condities die op papier worden vastgelegd, waaraan je zou moeten voldoen. En je moet vanaf het begin voorbereid zijn en willing zijn om ownership te nemen van dat wat je overeenkomt met het IMF. In 2016 is dat helaas verkeerd gegaan, heb ik ook van dichtbij meegemaakt, toen de toenmalige mission chief op Suriname te kennen gaf dat Suriname zich niet aan de afspraken had gehouden. En de eerste prior action, na de eerste prior action al direct dat programma van de rails was. En dat was het verhogen van de elektriciteitstarieven om op die manier de subsidies langzaam af te bouwen. En je moet je voorstellen, het programma, de letter of intent is samen, de letter of intent naar de managing director is getekend op een donderdag. En de dinsdag daarop was er eigenlijk geen SBA meer. En na een paar weken onderhandelen heeft men zich gehouden aan de prior action en kon dat programma weer op rails worden gebracht. Dus vandaar dat ik ook heb gezegd, vandaar dat ik die vraag heb gesteld van, bent u serieus? Econoom Karel Eckhorst. Hij onderhandelt vanuit Washington namens minister Achai-Wersin met het IMF. Dit zal geen gemakkelijke job zijn, weet de econoom, maar hij gelooft dat wij er wel zullen komen. Eckhorst benadrukt dat de staff level agreement een zogeheten gentleman agreement is om het wederzijdse samengesteld en afgesproken pakket van macro-economische maatregelen gereed te krijgen voor goedkeuring door de uitvoerende raad van het IMF en uitvoering door Suriname.